3, 2, 1. Hoi! Vandaag gaan we een hele lekkere variant op warme chocolade maken. Want we maken het met witte chocolade en kaneel. En we gaan nu laten zien wat je allemaal nodig hebt en wat je ervoor moet doen. Ja, laten we beginnen. Oké, wat je nodig hebt is... melk. Wij gebruiken halfvolle melk. Slagroom. Kaneel. Vanillearoma. En dit is dus chocolade, maar het was een chocoladeletter. En die hebben we helemaal fijn gemaakt. Dus ja, vandaar. Dus ja. In een klein pannetje. We gaan de melk in het pannetje doen. En dit moet 2 cups zijn. Maar dat staat allemaal in het beschrijven. Ja. Dan doe je het vanillearoma erbij. En dan kan je het gevoel doen of je doet gewoon ongeveer 1 theelepel erbij. Dan doen we de chocolade erbij en het is belangrijk dat je kleine stukjes hebt, dus gaat het wat sneller. Je kan ook chocolatechips gebruiken. De witte chocolade variant. Maar je kan het ook gewoon een chocoladereep in stukjes hakken. En als laatste doe je de kaneel erbij. Ja, dan. Dit gaan we nu verwarmen op het vuur. En ja, gewoon tot alles is gesmolten en het lekker warm is. Dit gaan we dus nu met een garde ook een beetje doorroeren, zodat het allemaal ja, goed gaat mengen. De chocolademelk is klaar. En we hebben er ook wat slagroom op gedaan. En nu gaan we dit voor jullie proeven. En ik ben heel benieuwd. En ik ook. Ik eet eerst wat slagroom, anders dan gaat het niet goed. Ik heb gevoel wat. Volgens mij is het heel lekker. Het is echt lekker. Ik vind het persoonlijk lekkerder dan bruine chocolade. Ik ook. Die is wat waterig. Ja, dat krijg je dus toch wel mee. Zie je oké. Dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren hieronder of hiernaast. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei! Doei.